Overheid heeft in goed overleg altijd pluimveesector geconsulteerd en nemen besluiten. De overheid, in deze het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en van Handel, Industrie en Toerisme, voeren sinds 10 juli 2019 gesprekken met de Associatie van Pluimveesector Suriname, APSS. De APSS is de officiële vertegenwoordiging van de pluimveesector, welke aangemeld staat bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en vanuit haar positie steeds uitgenodigd is geworden voor overleg. Zij is steeds vertegenwoordigd geweest door haar voorzitter Nimchand Kanhai, coördinator Suresh Simbudat Pandey, directiesecretaris Anjali Jagru, producenten S. Tijm van SP en R. Hilversum van Hillis Chicks. De overheid heeft het belangrijk geacht om van de sector zelf te vernemen met welke knelpunten zij kampen en wat de redenen zouden kunnen zijn voor het stijgen van de prijs van tafeleieren. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.